Mijn naam is Nick van Dam, ik ben associate professor bij Nijenrode en daarnaast chief learning officer en consultant bij McKinsey & Company in Amsterdam. Ja, het boek is een handboek op het gebied van organisatie en management. Het is een van de meest gebruikte managementboeken in Nederland in het hoger onderwijs. Een boek waar heel veel praktijkvoorbeelden in staan en die volledig aansluit bij de wereld van bedrijven en organisaties vandaag en morgen en daardoor heel aansprekelijk is voor studenten. Een hele mooie case is een case van het Amerikaanse bedrijf Toms. Toms produceert schoenen en het mooie is dat voor elk paar schoenen dat wordt verkocht door Toms, wordt 1 paar schoenen gegeven aan kinderen in Afrika of in Zuid-Amerika. Het is een voorbeeld van een bedrijf wat zich niet richt op winstmaximalisatie, maar eigenlijk een social enterprise is, een organisatie die vooral kijkt naar de impact die ze hebben in de wereld. Studenten die de case bestuderen, die kunnen allerlei verschillende invalshoeken kunnen ze de case belichten. Ze kunnen kijken naar wat voor soort mensen werken nou bij zo'n organisatie. Ze kunnen kijken van hoe zit het nou met winstgevendheid over een lange termijn en het marktaandeel dat deze organisatie heeft verworven. Ze kunnen kijken naar de impact in de samenleving. Mensen die dus hele mooie schoenen kopen, maar daarnaast inderdaad impact op kinderen die nu schoenen krijgen van deze organisatie. Ja, een hele frisse en nieuwe vorm van ondernemen die heel veel mensen aanspreekt. Studenten die het boek bestudeerd hebben, hebben eigenlijk een fantastische bagage als ze gaan beginnen in een eerste stage, een eigen bedrijf gaan beginnen of gaan werken in een organisatie om daar succesvol te zijn in hun carrière.